Een Twitch streamer en natuurlijk hou ik dat achter een laptop. Ik zie er echt niet uit, hè? Nee, hard aan het werk, in ieder geval aan het werk. Geheim. Ontbijt, oliebollen. Gisteren sport, vandaag oliebollen. Lekker gewerkt, hoor. Tja, het leven gaat over rozen als streamer, hoor. Je mag gewoon de hele dag oliebollen eten. Er staat een pakketje onder de boom. Heel mooi tasje. Een strikje eraan. Die gaan we eens eventjes openmaken. Dit zat er allemaal in dit pakketje. From all of us here, we hope you enjoy the holiday season and we wish you a great start to the new year. Heel erg lief. Van de Bird PUBG. Let the winds begin. Nou, dat vind ik een goede motto. Nou, dan zit er een hele mooie sjaal waar PUBG ook op staat. En allemaal loot crates. Dan een muts die lijkt op een level 3 helm. En dan nog een super vet PUBG Partners Vest. Limited, 1 van de 100. En er staat dan ook nog mijn naam op. Hoe vet! De binnenkant heeft ook nog een printje. Ja, dit is echt heel vet. Vandaag, als jullie deze vlog zien, ga ik live met PUBG. Dat is echt lang geleden dat ik PUBG gespeeld heb. Dus wil je dat zien? Tune zeker in, ook in mijn stream. Goedemorgen, welkom bij Vlogmas deel 4. Het is vandaag 6 december. En ik ben lekker in bad geweest, ik ben helemaal schoon. En ik ga zoiets superleuks aantrekken, wat ik echt gisteren heb gekocht. En het is echt het eerste wat ik in misschien wel een jaar heb gekocht voor mezelf. Vet leuk. Maar waarom ik de camera erbij pakte, is omdat... Ja, Nikki had al een beetje gevlogd vanochtend dat ik aan het werk was. Want ik had echt een hele saaie ochtend om te vloggen. Dus ja, ik snap wel dat ik dat verder niet gedeeld heb. En nu hebben we vanavond pakjesavond bij de familie van Nikki. Tot die tijd weet ik nog niet wat ik ga doen. Ja. Ben beneden, ja. Kun je niet gewoon even een beetje kort wieken of valt dat op? Nee, dat kun je echt niet doen. Nou, sorry hoor. Nee, dat is echt een heel dom idee. Nou, kom op dan. Hoezo, moet ik helpen? Ik heb schone kleren aan. Ja, moet ik deze meetje? Ja? Nee? Hoe dan? Zo. Weet je hoe breed die is? Ja, moet ik de tuindeur open doen? Hij is wel mooi. Ik kan hem ook wel buitenom een beetje erheen proppen, denk ik. Je moet zo door deze deur open. Ja, ik doe de tuindeur open. Wacht even. Hè? Hier. Naar buiten. Ik bedoel hier? Ja. Ja, ik ben er. Oh, jij wil zo er doorheen. Dat had ik niet door. Ik heb echt niks aan jou. Nou, blij dat het op de camera staat. Dit meen je ook helemaal niet. Jij vraagt, zullen we even samen de kerstboom doen? En dan sta ik de kerstboom. Ja, jij zet de kerstboom neer en ik tuig hem op. Dat was het idee. Ja, dit loopt toch helemaal niet. Komt u maar, komt u maar, komt u maar, maar. Mijn muren. Jij gaat alles nieuw witte. En stofzuigen. Ik zou jou stofzuigen. Nou, deel maar. Nikki. Wat vind je? Hij heeft een platte kant. Die moet tegen de... Die is platter, die kant. Dit is boller, dus dan moet... Ik zit even te kijken, hè? Ja. Ik vind hem eigenlijk niet te breed. Ik vind het wel kunnen daar. Wat vind jij? Prima, want als hij hier blijft staan, dan hoef ik er niks meer aan te doen. Helemaal mooi. Oké, okay, doen we het zo. Het ziet er goed uit. Dit is de boom. Ik vind hem echt wel heel recht staan. Ik heb nog nooit zo'n mooie boom gehad, volgens mij. Ik heb voor de gelegenheid even een kersttruitje aangestrokken. Nikki zit gezellig te gamen daar. Dus dan ga ik lekker hier de kerstboom versieren. En ik ga een timelapse maken. Dus dan kunnen jullie dat zien hoe ik dat doe. Ik ben er volgens mij altijd wel snel in. Dat idee heb ik. Duurt bij mij nooit zo lang. Maar misschien gaat het dit jaar wel niet zo
handig als andere jaren. We gaan het zien in ieder geval. Laat ik maar beginnen. Voordat ik begin, deze zijn de ballen die we vorig jaar gekocht hebben. Dit zijn 52 kerstballen en een piek, allemaal zwart. Hadden we vorig jaar al gekocht, toen hadden we nog niet eens een huis of zo. Hebben we na de kerst pas gekocht in de uitverkoop. En ik vind, ja, het zijn glazen ballen, vind ik altijd mooi. Dus ik ben benieuwd of, hoe het staat. Want het is natuurlijk zwart op groen, dat zie je niet zo goed. Dus ik ga nog met wat oude ballen die daarin zitten, een beetje goud erdoorheen doen, denk ik. Of koper. Misschien dat ik voor koper ga. Ik heb nog wat leukere ballen, maar die laat ik wel zien als ik de boom heb opgetuigd. Oké, ik heb de lampjes, ben ik best wel lang mee geweest, aan het struggelen geweest. Heb ik erin gehangen en de basisballen, de zwarte ballen. En zoals ik al verwacht had, zie je die ballen niet zo heel goed. Maar ik hou daar juist wel van, want ik hou niet van een hele opzichtige kerstboom. Of je moet echt gekleurde lampjes hebben en alle kleuren ballen. Maar nu is die lekker basic, tot nu toe. Ik kan nu niet verder, want we hebben nu pakjesavond. En dat moet even eerst. Ik kan niet zeggen, ja, ik kom later, want ik moet mijn kerstboom versieren. Dus dit gaan we later verder mee door. Maar de eerste ballen hangen erin. Ik ben heel benieuwd of Nagini eraf kan blijven als wij weg zijn. Ze is heel druk door de kerstboom. Volgens mij zit er een soort stofje in die bomen, waardoor ze gewoon super druk wordt. En vorig jaar werd ze heel erg krols. Maar goed, ze is inmiddels gesteriliseerd, dus dat is ze niet meer. Maar ze is nog wel dat hele drukke nu. Dus even kijken of dat blijft. En anders moeten we ze toch maar niet in de kamer laten als we niet thuis zijn. Maar goed, ik ben wel helemaal verliefd. Ik zat nog te twijfelen. Op de kerstboom ben ik verliefd. Echt zielig eigenlijk. Maar ik zat dus te twijfelen of er meer lampjes in moeten. Maar ik denk dat het dan een overkill wordt. Ik heb er nu 2 slingers in zitten. 2 korte slingers. Maar ik vind de lampjes echt heel... Het is een soort warm kleurtje dus. Ja, en zo, ik ben helemaal fan van die matte zwarte ballen. Heel leuk. Kijk, je hebt ook glitter, vind ik ook leuk. En dan nog deze glimmende.
verschillende formaten. Dus ik heb de grote ballen vooral onderin hangen en dan naar boven toe steeds de kleinere ballen. Maar goed, ik ga nu eventjes me omkleden of ja, de kersttrui uitdoen en klaarmaken voor pakjesavond deel 2. We zitten weer in de auto. Het is eigenlijk niet heel ver, maar net te ver om te fietsen. En het regent. En het regent. Maar Nicky heeft zijn baard geschoren, dus dat wil ik even op de vlog hebben, want dat vind ik mooi. Nou, komt je snor nog beter tot z'n recht, Nick? Het is in ieder geval al een snor en geen snorretje. Ja, dat is waar. Dat is zeker waar. En kerstmuziek op de radio. Yay! Vind ik leuk. Gauw uit, jij. Ja, ik had eigenlijk niks te melden. Oh ja, hier heb ik de cadeautjes. We hebben voor Christian een cadeautje. Vorig jaar had ik voor iedereen een cadeautje. Toen zei je, dat was goed voor niet. Dus ik heb nu me heel goed ingehouden en geen cadeautjes gehaald voor niemand. Nou, hebben we alle andere cadeaus voor iedereen gehad. Ja, dat zou ik echt gênant vinden. Ja, 100%. Nou hebben we mijn moeder denk ik en mijn opa en oma cadeaus voor iedereen gehad. Iets kleins. Ja, maar ik zou het gênant vinden als Chantal, je zus, een cadeau heeft voor iedereen. Dat denk ik ook. Kijk, de ouders en opa's en oma's die doen dat toch wel. Dus dat is dan niet zo erg. Of niet zo dat je denkt, kut. Ja. Oké, nou we gaan het zien. Maar wij hebben in ieder geval alleen maar een klein cadeautje voor Christian. Want anders wordt hij veel te verwend met Sinterklaas. En ik krijg weer een boek, hè? Christian! Jij bent een beetje dom. Jij bent een beetje dom, dus je moet ja. Boeken is dat, lezen. Is dat een hint zo van... Zullen we boeken luisteren? We hebben onze Tom. Oh, mooi, hè? Oh, weer zo'n ja, mooie. Oh, joh. Hier. Lekker, ja, dankjewel Sinterklaasje. Alsjeblieft. Lekker. Nou, dat is ook weinig gezegd, maar weinig vertrouwd. Ja. Sinterklaas hier naar dit, hè? Ja. Jongen. Dit is wel een hele makkelijke trouwjurk, want het gaat gewoon heel makkelijk in beweging. Ja, een ding of half. Wat zit er ook in? Nicky en Hugo in de tent. Hier. Ja. Hij denkt, ga eens met de auto redden. We zijn weer thuis. Het was super gezellig. Ik had echt kei veel cadeautjes gekregen, terwijl we geen cadeautjes zouden doen. Dus dat is wel bijzonder. Nu weet ik al zeker dat ik met kerst gewoon wel cadeautjes voor iedereen ga halen. De kerstboom hebben we besloten dat er gouden ballen bij gaan komen. Maar ik heb ook besloten dat ik even een avondje, nou ja, de avond duurt nog 2 uur voor ons, even 2 uur niks ga doen. Gewoon op de bank zitten chillen. Helemaal niks doen. Dus morgen gaan we verder met de kerstboom optuigen. Dus ik zie jullie morgen. Ha, goeie grap. Ik heb toch besloten om nu de kerstboom te versieren. Dat die helemaal af is. Want zo half versierd vind ik hem niet leuk. Dus ik ga gauw door.
het eindresultaat. En ik zal even wat mooie ballen laten zien. Deze sneeuwwitte. Heel leuk. En dan hebben we hier het pizzapuntje met glitters. En hier ook een glitterende hamburger. En een glitterende banaan hangt er ook. Ik weet nog niet of ik die heel mooi vind in de boom. Het is meer koperkleur. Het matcht niet helemaal bij het gouden, maar die hangt er ook eentje. En dan hebben we hier nog een patatzakje. Een uiltje. En hier nog een witte glitterbal. De witte heb ik een beetje aan de achterkant gehangen. Dat zijn de bijzondere ballen. Maar die mogen wel wat meer van, vind ik. Dus die gaan we misschien nog wel van de, in de aankomende weken extra leuke ballen erbij kopen. Een goedemorgen. Het is 6 december. Nee, het is 7 december al. De tijd vliegt. De kerstboom is zo leuk. Ik wil hem nog wel iets glitterender maken, maar dat komt met de tijd. Ik ben deze ochtend een beetje bezig geweest met stageplek regelen. Iemand wil heel graag stage lopen bij mij. En ik moet daarvoor een erkend leerbedrijf worden. En ik ben daar een beetje mezelf in aan het verdiepen. Ik heb echt superleuke ideeën erbij. Maar goed, dat moet ik nog wel over kunnen dragen aan iemand anders natuurlijk. Dus daar ben ik vanochtend vooral mee bezig geweest. En ja, misschien hebben jullie het wel een beetje door dat ik de laatste tijd echt heel druk ben. Echt met van alles ben ik druk. Superleuk. Maar dat levert wel de nodige stress in het huis houden doen op. Dus Nikki had aangeboden om vandaag te koken. Dat scheelt echt wel een uurtje voor mijzelf. Dat ik gewoon kan aanschuiven. Alleen moet ik wel even de boodschapjes doen. Dus dat ga ik nu doen. Nikki's auto staat weer bij de garage. Er is de laatste tijd heel vaak iets mis mee. Dus hij is met mijn auto naar zijn werk. Dus nu moet ik op de fiets naar de supermarkt. Dat is wel een beetje jammer. Eerst maar eens bepalen wat we gaan eten dan vanavond. En het mocht niet te moeilijk zijn. Dus dat ga ik maar even doen. Dit wordt het vandaag. Chili con carne. Niet heel moeilijk, dat kan Nikki. Dit is het enige wat ik hoef te halen. Dus niet zoveel. Yes, dit is het avondeten. Wij eten eigenlijk nooit uit blik. Heel af en toe mais of zo door het eten. Maar verder hebben we dan altijd wel verse groenten. Maar ja, Nikki wilde makkelijk. En dit, hier hoef je niks aan te snijden. Je hoeft alleen de ui. En dan flikker je het allemaal bij elkaar. Dus ja, ik denk dat Nikki wel blij daarmee is. Nou ja, voor mij is het nu in ieder geval tijd om te streamen.